Goeiedag iedereen. Deze week heb ik diesel gezeten en ik wou mijn eigen het wat gemakkelijk maken. Want ik zit altijd met zwaar sleuren en plooien en kloppen. En ik vind dat zo wel hoog, want je wordt oud en dan lukt het zo niet meer. Dat bestaat uit twee beugels op een ronde plaat. Dat zijn pinnen die je kunt verstellen naar gelang de diameter van je te buigen stuk. Want je hebt daar mallen bij voor rond te buigen. Ik heb nu de kleinste genomen om het te laten zien. En eigenlijk is dat niet meer als een as, een vaste as. Een vaste pin en een pin die beweegt. Die eigenlijk je wijzer rond die, rond die dingen trekt. Hè. En ga je dat eens laten zien. Zo, voilà. Je moet het allemaal nog zelf wat arrangeren hoe dat moet doen, want je moet dat kunnen volgens deftige maten sleuren. Ja. Maar ik moet zwart niet sleuren. Zo, Barke van 10 moest in de bankvijs spannen en dan vastpakken en dan met een hamer erop kloppen. Ik ga dat zelf eens demonstreren. Dat heb ik nu niet meer te doen. Verschillende dikte. 8, 10, 12 mm. Ik ben toch niet gek. Maar ik was dat wel. Ik kan wel geen rechte hoeken plooien, maar... We gaan ons werkstukken zien aan te passen dat we geen rechthoek moeten plooien. Dan kunnen we daar een kortere bocht mee maken. Dat is iets verder dan 90 graden. Dus, goed grip. Maar, dat is niet al. Ik heb ook nog een centreuske gemaakt. Dat is een centreuze dat dient om dingen rond te zetten. Ik heb het al eens een keer geprobeerd met een ring. Dat is toch te allemaal een dus, dat is om van alles rond te zetten. Nu, je hebt dat met een moteur of je hebt dat met de hand. Hè? Dat is ook met de hand. Maar ik heb dus gekozen om een motor te gebruiken. Ik ben nogal langs de kant tegenwoordig.
Wat gebeurt er? Dat ijzer dat wordt geduwd op 3 punten. 1, 2, 3 punten. En hier rolt dat tussen. En dan zie je, dan gaat dat beginnen te plooien. Dus we steken dat daartussen van onze motor aan. Tegen het daartussen, ik laat het daar doorlopen. Zet dan weer een beetje hoger. We laten die allemaal door. En dan komt hij schoon rond. Voor lange stukken heb ik ervoor gezorgd dat mijn motor in twee richtingen kan draaien. Dan moet ik niet iedere keer terugkomen. En er niet iedere keer tussenuit nemen. Dus je ziet dat eruit dat gaat voor. Ik zal er nog een moment mee leren werken. En dat is de bedoeling van iets te plooien dat dan een schone boog maakt. Want ik heb mallen en dat werkt niet zo goed. En zo maak ik dus mijn wielen voor mijn driewielers. Dat ik binnenkort weer ga produceren en verkopen. En dat is voor een wielen te maken. Hè. Kijk, dat plaat, voilà. Enzovoort enzovoort. Zo nog gewoon met de bijwerken. Want mijn wieltje hier is niet 100%. Dat snijdt het er goed door, hè. Ik hoop dat we nog door het blad uithalen. Anders zal ik toch eentje moeten maken met de hand. Enzovoort. En zo verder. Alsjeblieft. Kijk, die draait ook in de andere richting. En dat is voor als je een grote hoepel gaat maken. Voor een rozenboog. Of noem maar op. Ferm, hè? Ik weet het. Dan ga ik jullie niet laten zien wat ik vroeger nog gemaakt heb. Want ik heb zoiets gemaakt om krullen te trekken. En ik hoop dat ik nog wat ijzer heb om dat te demonstreren. We gaan zien. We gaan er helemaal naar Ginder. Dus Ginder te doen daar. Daar, ja. Ik heb er al een filmpje van op het internet staan. Maar ik dacht, ik ga jullie dat eens laten zien. Dat jij dat kunt zien. Want anders zit hij al niet. ja, waar is het? Ah, dat is hem. Hier, deze. En dat is de krul. Amai. Ik heb een beetje geslepen vandaag. Dat is niet stof om te blijven staan, dat is stof om te slijpen. En dat zijn stukken dat je uit elkaar kunt halen. Oh nee, dat ging toch voor u? Ja. Zwaar is het tussen gekropen. Dat is allemaal stof. Van. Vandaag te slijpen. Hallo. Ah, daar. Smeden en slijpen. Is niks zo ongezond als dat, hè. Ik zal dat er nu weer op gaan doen. Zo. Wat is de bedoeling? Aan deze kant, ja. Dat heb ik gemaakt van eigenlijk, dat was een oude slijpschijf. En dat heeft ook een directie en dat zit dus... Dat is dus hier eigenlijk het slijpgedeelte, de slijpschijf normaal gezien. En hier zat de motor. Dat was zo heel lauw. En ik dacht, ik ga dat zo doen en dan kan ik dat ronddraaien. Kijk. En dan krijg ik mijn krul. Dan zet ik de volgende erbij. Zo. En dan trek ik mijn krul door. Normaal gebeurt dat niet meer uit. En dan hebben we ons krul. Moeten we doen, ze nog wat plat kloppen en zo. En dan komt dat allemaal in orde. Iedereen heeft dat niet gezien. Dus dat is dan het krullenijzer. Dat is ook zo weet dat ik een keer moet gaan bijwerken. Want ze is zo klein.
pinnetjes gemaakt en zo. Maar pas op, dat heeft al die jaren zijn een dienst bewezen. We zitten. Ja. Al die jaren zijn een dienst bewezen. En dat werkt nog altijd. Dat is heel goed grief. Zo'n krulletjes te maken. Hè. Ik moet dat een beetje proper maken. Hè. Het is een beetje verrust. En ik ga alles proper maken. Zodanig dat, zoals we een slijpmolen. Heb je het al gezien? Heb je het nog niet gezien? Hè? Ik zal hem eens laten zien. Ah. Kom, kom maar eens mee. Kom, kom eens met papa mee. Kom een keer met papa mee. Ja, waar is papa? Hier. Kijk goed. Is dat niks. Mijn slijpmolen. Heel uit elkaar gedaan. Proper gemaakt. Want met een borstel dat erop stond, die was niks meer waard. En heb ik gezegd in mijn eigen. Dan maken we in één keer helemaal proper. Nee. Ja. Niet onder meer. Hij is al gekrapt en zo. En dan heb ik die. En zo ga ik al mijn grieven wat proper maken. Hè. Wat denk je daarvan? Goed, hè? Ja, want ik ga terug beginnen. Ik heb terug een hoop ijzer besteld. Dan gaan we terug. Misschien tafelstoelen, maar ik ga eerst beginnen met tuinprulletjes, zo gelijk als een driewielers met een bloempot aan en zo. Ik heb het al gezien, dat al een keer gedaan, maar daar ga ik terug mee beginnen. Zo op het gemakstje. Goed, nu weet je het, hè? Verre machines, hè? Oh, ongelooflijk. En ik heb het nog niet gedaan, want ik had toch iets in mijn gedacht, maar ik heb het opgeschreven, maar ik ben het vergeten.